kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent wordt gelegd op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, 10 oktober, Dag der Marrons. Kleurrijke openingsceremonie, herdenking 170 jaar Chinese vestiging in Suriname. Gramang Simeon Glunder geïnstalleerd tot stamhoofd der Alukus. Suriname organiseert Prison Workers Week 2023. En terugblik bezoek president Santokki aan de Dominicaanse Republiek. Gisteren, dinsdag 10 oktober, is de Dag der Marrons gevierd. Ter herdenking van het vredesverdrag dat werd gesloten tussen het koloniaal bestuur en de Enjuka-stam van de Marrons in Suriname werden kransen gelegd bij het monument op het plein van 10 oktober 1760. Onder de aanwezigen bevond zich dit jaar, behalve de president en de vicepresident, ook een koninklijke delegatie uit Afrika om de verschillende festiviteiten bij te wonen. Geweldige dag, veel zon, veel energie. Met een goede leg, een trotse Marron. Een boeskode is maar die trotse partij. Maar met de trotse op mezelf, maar met de trotse op de voorouders, een fasie van een chai. Afas pa den woko en fikayu kia baka. Oho, ala den gawan basi akpaku, Hendrik Kofi Tchabalala, Tata Jacob, ala den gawan den yube sabi be feti. Oho, mbisa wani meko oko tambu giden, kwa sanji den du, takiti den adeyi, Ufi akonde ya meke ukiri wa minister ta foga wo ko te bidu De UBND inderdaad onder het bewind, onder het beheer en onder het controle van die kolonisator, van de koloniale meester. De UBND kan takia dat november, dat november, dit de man doet, dat de man doet aan de UNO. Maar die de moet afkondigen en eet aan u. En nou na vraag, dat UNO doet. Dat UNO doet aan afkondigen. Dat UNO doet aan afkondigen voor u. Dat UNO doet aan afkondigen voor u. Dat UNO doet aan afkondigen voor u. Dat UNO doet aan olie en gasten voor de afkondigen. Dat UNO doet aan de alle de rijkdommen. Want die nog kan zo'n pina trachten van voren. En dit is een oproep van elkaar. Laten we een beleid ontwikkelen. Dat alle rijkdommen die er zijn, zoals in de grondwet staat, de natuurlijke hulpbronnen komen de natie toe.
me supergoed omdat deze dag mij de ruimte geeft om diepgaand te bezinnen. In contact te treden met mijn voorouderen. Dus het is een dag speciaal, is een dag apart. We leven in Suriname in een multi-etnische samenleving. Waar, zoals ik eerder heb gesteld, als dingen goed gaan, zijn het Surinamers. Maar wanneer iets fout gaat, dan wordt een etnische groep benoemd. Ja, zo denken we nog. Dus we hebben werk. Maar wat ik wil zeggen, we moeten aan zelf-evaluatie doen. We moeten kritiek kunnen leveren. Maar zaken die verkeerd lopen, zaken die, waarvan wij vinden dat die nog niet goed lopen, die te benoemen. Want wanneer we dat doen, in staat zijn dat te doen, gaan we werken aan verbetering en correctie. The purpose of my visit is to reconnect with the Maroons generally and specifically the Chamba Maroons. It means Africa and diaspora is reconnecting for collective empowerment. De leuze eenheid is kracht van de Nationale Commissie Jubileumjaren is goed tot uiting gekomen tijdens de openingsceremonie voor de herdenking van 170 jaar Chinese vestiging in Suriname. In de eventcenter van het Asuria High Rise gebouw zijn naast de verschillende optredens van Chinese culturele groepen ook inheemse, Maron, Javaanse en Hindustanse dans onderdeel geweest van het spektakel. President Santokki heeft bij deze gelegenheid de betrokkenheid van de Chinese gemeenschap in Suriname benadrukt. Suriname staat bekend, staat uniek voor haar diversiteit. En het unieke van Suriname is dat we zoveel bevolkingsgroepen hier hebben in Suriname. Zoveel culturen en desondanks leven we in vrede en harmonie. En vandaag is Dag der Marons. En het is ook weer een unieke activiteit dat we op een dag van Marons de herdenking van 170 jaar Chinese vestiging vieren. En dat vind ik persoonlijk een samensmelting van culturen. Dat vind ik persoonlijk, het is een verbroedering. En dat is ook een integratie van de bevolkingsgroepen onderling. Er zijn een tal van activiteiten. Wij hebben in het vervolg een fototentoonstelling. Daarna hebben wij een monument in Ikeri, dat is een nieuw monument. En daarnaast hebben wij ook nog praalwagentocht. De sportactiviteiten en de machokactiviteiten die zijn achter de rug. En op 20 oktober is dan de grote dag. Maar het specifieke van de dagen en de tijd, dat wordt bekendgemaakt. Of dat is ook al reeds bekendgemaakt via CDS, persconferentie. Maar ik denk dat het ook nog in digitaal vorm gaat komen.
We hebben sowieso pluspunten. Als we kijken naar, behalve de lange geschiedenis, 170 jaar Chinese vestiging in Suriname. En als we ook kijken naar de diplomatieke betrekking, we zijn onafhankelijk in 1975. En gelijk na een jaar, 1976, is er dan de diplomatieke betrekking formeel met China ondergaan. En daarnaast, als we ook kijken naar de nationale feestdag, onder andere Chinees Nieuwjaar is ook een nationale feestdag voor ons. En dat zijn allemaal pluspunten waarmee wij zouden kunnen onderhandelen met China. En daarnaast is Suriname, als ik het goed heb, 2 jaar terug was Suriname enig land in Latijns-Amerika die een strategische partnership heeft ondergaan met China. En het zijn allemaal pluspunten waarmee we kunnen meenemen bij de onderhandeling. Dus de tekst, dus de inhoud is eigenlijk, als je het in het Suriname zet, Sanang Mikondre, Milopje voeten. Dus we houden van Suriname. En we zijn met verschillende groepen hier zo, maar we maken het samen ook. En om Surinamer te blijven, hebben we 5 vingers en zijn niet even lang. Dus dat wordt ook uitgebeeld. En, maar het zijn de 5 mogelijkheden die we nodig hebben om 1 vuist te maken. Om 1 Suriname te maken. Er zitten verschillende talen in, omdat we hier in Suriname met verschillende etnische groepen zitten. En om dat ding, om de boodschap duidelijk te brengen voor iedereen, gebruiken de 5 hoofdtalen. Surinaams, Sranantonga, het Chinees, het Hindoestaans, het Japans en het Caraïbs. De Surinaamse bevolking, de Surinaamse natie, maar in het bijzonder onze Chinese broeders en zusters, die vanaf vandaag een aanvang gaan maken met de viering en herdenking van 170 jaar Chinese immigratie in Suriname. We moeten blijven streven naar een samenleving waarin elke burger de kans krijgt om zijn en haar volledig potentieel te bereiken, ongeacht hun afkomst. Laten we vandaag en in de toekomst blijven streven naar harmonie en begrip tussen alle gemeenschappen in Suriname. De Gramang der Alukus, Simeon Glunder, is op maandag 9 oktober officieel geïnstalleerd door president Santokki. Gramang Glunder heeft in het verleden diverse bijdragen geleverd in het dorp Kotika aan de Lava-rivier. Deze bijdragen hebben een positieve impact gehad op de Maroon-cultuur en in het bijzonder de dorpelingen. Het staatshoofd wenst de nieuwbakken Gramang veel succes toe bij de uitoefening van zijn ambt. Glunder, kunt u me dan nazeggen? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. God Almachtig. Dank u wel. Ja. De heer Glunder Simeon is geboren op 15 oktober 1962. Dat is nou je verjaardag. Oh, big day. In het dorp Kotika aan de Lava rivier. Elke bijdrage die hij heeft geleverd weerspiegelt zijn liefde voor de dorpelingen en de Maroon cultuur. Zijn houding en handelingen zijn een voorbeeld voor anderen en hebben een positieve impact op het welzijn van het volk. Nou, dit is zeer bijzonder. Op de eerste plaats, ik vind het een historisch moment. Dat betekent dat de rust is teruggekeerd in de Aluku gemeenschap. Vanaf
2017 waren ze zonder Gramang. En vandaag is het feit dat ze weer mogen zeggen wat ze hun cultuur weer helemaal hebben. Ja, en belangrijk dat er geen enkel dispuut was. De eenheid was daar dat de Gramang anoniem is aangewezen en dat die vandaag heel groot is beëdigd door de president. En wat het bijzonder maakt is dat een aantal koningen, 10 koningen, ook die hele beëdiging heeft meegemaakt. Ja, van de roots van ons zijn die mensen hier om het ook mee te maken. Dat vind ik heel bijzonder. Maar bijzonder nog in vooravond, een dag voor Marondag is dat ook gebeurd. Ja, dus ik ben bijzonder onder de indruk van hem. Hij is een veelgedragen man in het gebied, ik ken hem ook. Hij was broeders, oppasser, dus hij is aan de medische kant is hij heel goed, hij heeft heel veel mensen geholpen. Dus hij is heel geliefd daar in het gebied. Maar ik hoop dat de Almacht hem meer wijsheid geeft, dat hij het werk goed kan doen. Dat stukje van onze traditioneel bestuur wordt verder voortgezet. Met de invulling van deze functie zijn alle posities dan weer ingevuld. En we zijn bijzonder blij dat in alle rust dit is gebeurd. Ja? En dat geeft aan dat er draagvlak is. Dus we hopen dat deze groep, die Aluku-gemeenschap, in eenheid die ontwikkeling van dat gebied kan oppakken. De Prison Workers Week of Bewaardersweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij gevangen bewaarders stilstaan bij hun werk en de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij. In dit kader komen vertegenwoordigers van de bewarerkorpsen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Suriname bij elkaar om een week lang te doen aan samenspel en cultuuruitwisseling. Het event wordt elk jaar in een van de deelnemende landen gehouden. Dit jaar viel Suriname de eer te beurt. De opening heeft op maandag 9 oktober plaatsgevonden bij de Witte Lotus Cultureel Centrum. De Bewaardersweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij vertegenwoordigers van verschillende korpsen in een samenspel elkaars cultuur, gevangeniswezen en zaken uitwisselen en van elkaar leren. En het is een jaarlijks terugkerend evenement en van dit jaar is het de beurt aan Suriname om het te hosten. Oké, hoeveelste keer wordt het in Suriname gehouden en welke takken van sport neem ik aan of andere spelen zullen eigenlijk deel hiervan zijn? Oké. Zoals ik heb begrepen is het de 4e keer dat het in Suriname is georganiseerd. Maar voor wat betreft het gedetailleerde programma, denk ik dat u dat aan het korpshoofd kunt vragen. Het is gewoon om die saamhorigheid tussen de verschillende korpsen, het gevangenispersoneel, nader tot elkaar te brengen. Zoals u hebt gehoord, de landen die participeren zijn Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten en natuurlijk Suriname. En daar wordt er van gedachten gewisseld, ervaringen worden uitgewisseld natuurlijk, sport, spel en zoals u heeft gezien hoe de avond eruit ziet. Straks mogen we een toneel, stuk aanschouwen, je gaat andere activiteiten hebben. Waardoor in feite de saamhorigheid tussen de verschillende landen of eilanden beter wordt. Dit jaar hebben een aantal ministers uit de verschillende landen zoals Aruba, Curaçao hebben een bezoek gebracht aan Suriname, maar dat was meer op het gebied van justitie. Uiteraard was toen ook het korpshoofd uitgenodigd en de korpschef om natuurlijk afspraken te maken en om zaken uit te diepen. Dit staat los daarvan, omdat dit al, ik weet niet hoeveel jaar het al wordt georganiseerd, dus dit staat los van. Maar het is natuurlijk ook een gelegenheid om vriendschappelijke banden te ontwikkelen en verder uit te diepen. Er zijn verschillende onderdelen.
We hebben zwemmen, volleybal, schietwedstrijden. Dus het hangt ervan af. Er zijn een aantal dingen. We hebben ook gezamenlijke spelen om die saamhorigheid bij elkaar te brengen. Touwtrekken, helmrace, noem maar op. Zodat we samen bij elkaar naar elkaar kunnen groeien als de Nederlands sprekende eilanden. We hebben delen die competitief zijn. Dus daar gaan we dan met competitie. Dat zijn schieten, volleybal en zwemmen. Dat is een van, dat zijn de onderdelen waar zeker per land dan wordt gestreden. Maar de rest van de andere activiteiten, dat zijn bijvoorbeeld helmrace, een aantal zaken. Dat gaan we dan samen doen, zodat we naar elkaar kunnen groeien als land. In de periode van 5 tot en met 8 oktober vertoefde een delegatie onder leiding van president Santokki in de Dominicaanse Republiek. Tijdens dit bezoek zijn er onder andere bilaterale gesprekken gevoerd met president Luis Abinader. Wij voeren u terug naar de verschillende activiteiten waaraan het staatshoofd heeft deelgenomen. Ja, het is een officieel bezoek, dat wil zeggen dat het bezoek een status heeft van formeel, een status heeft van officieel. En dan praat je met enerzijds de president, jouw collega, de heer Abinader, Luis. En dat er een paar dingen wel belangrijk zijn bij dit bezoek. Dat de eerste keer is dat een president van het land officieel een bezoek brengt aan de Dominicaanse Republiek. Officieel ook met alle staatsheren ontvangen wordt door de president van de Dominicaanse Republiek. Dat geeft aan namelijk de bereidheid om het hoogste niveau, samen te werken op het niveau van twee presidenten. Tegelijkertijd dat de twee landen bereid zijn heel ver te gaan om samenwerkingsafspraken te maken. We gaan samenwerken op regeringsniveau. Daar zijn afspraken gemaakt, overeenkomsten getekend. En we zijn ook gekomen met een delegatie van de private sector. Dat wil zeggen, ook met de private sector zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Dat er concrete zaken zijn besproken. En derde is, we willen ook samenwerken tussen de twee volken. Dat er goede verbinding moet zijn tussen de beide landen. Dat de volken elkaar ook gaan opzoeken in de vorm van toerisme, in de vorm van bezoeken, in de vorm van business. En om dit allemaal mogelijk te maken, is het goed geweest dat dit bezoek dan georganiseerd is geworden. En dat de overeenkomsten ook dan getekend zijn geworden. En we kijken naar de toekomst, de oil and gas, waar de Dominicaanse Republiek ervaring heeft met olie en gas. Er zijn heel wat bedrijven die hier bezig zijn, die ook in Surinaamse oil and gas bezig zijn. Laten we als twee landen mogelijkheden zoeken om samen te werken, gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. En waar Suriname inderdaad meer ondersteuning nodig heeft. Daar is de Dominicaanse Republiek bereid om daarna te kijken. Dat is een andere overeenkomst. Maar daarna zullen er nog zoveel andere overeenkomsten komen. Want binnenkort komt er een handelsmissie van de Dominicaanse Republiek richting Suriname. Daarna zijn er zoveel ondernemers die bilaterale afspraken gemaakt hebben. Die ook bilateraal hun bezoekjes gaan afleggen. Kortom, het bezoek markeert een nieuwe tijdperk in de samenwerking tussen Suriname. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.